Dit is Den Haag in 60 seconden. Voedselbank Moerwijk is bang de deuren te moeten sluiten omdat het uitdeelpunt in de armste wijk van Den Haag minder subsidie krijgt. De gemeente geeft alleen geld aan de centrale voedselbank. Moerwijk vreest dat het klanten logistiek niet gaat lukken naar het centrale punt te gaan. Na 100 jaar worden over 2 weken de 5 oude kastanjes bij het Haagse toernooiveld gekapt. Ze moeten wijken voor een nieuwe ondergrondse parkeergarage. Krakersbolwerk De Vloek verhuist mogelijk naar de voormalige school aan de Beatrijstraat in Moerwijk. De wijkorganisatie reageert positief over de komst van de krakers. De Vloek moet voor 1 april weg uit Scheveningen vanwege de bouw van een topzeilcentrum. Anouk staat dit jaar weer op Pinkpop en hiermee verbreekt de Haagse zangeres een record. Geen andere artiest stond zo vaak op het podium van het popfestival in Landgraaf. En tot zover Den Haag in 60 seconden.